Jan en Olof genieten van een zonnige en ontspannen ochtend. Veel tijd om elkaar beter te leren kennen is er alleen niet, want de volgende Romeo is in aantocht. Jan, je bent nieuwe... Ik ben een nieuwe gast. Oké. Okay. Voor de dating. En, ik ben prima. Wie ben jij? Ik ben Olof. Olof, wat leuk. Ik ben Tom. Tom. Ja, nou, welkom. Dus Marjan heeft mij ook uitgekozen. Ben jij hier al lang? Ik vind het allemaal prima. Oh, ik, twee weken. Zo, hé. Ja, ik ben vroeger op scheepvaart gewerkt. Ah. Ik ben met mijn schipper geweest. En als ik dan hier bij het water sta, dan doet het me wel wat altijd. Ja, dat snap ik. Ja, ik ook wel. En ik zie het hier allemaal, het hele terrein. Wat leuk, man. Nou, we kunnen hier ons wel vermaken, ja. Joh. Waar moet ik slapen? Ik zal je kamer even laten zien. Loop mee. Langs de prachtige kustlijn van de Atlantische Oceaan voelt de praatgrage Jan zich in de luxe mansion van B&B-eigenaar Marjan al helemaal thuis. Hij heeft er dan ook geen moeite mee om Olof even aan het werk te zetten. Het ziet er goed uit, man. Ja, wel, een mooie omgeving, man. Is dit mijn kamer? Dat wordt prima, dit is jouw kamer. Oh, leuk. Ja, kijk, leuk, man. Jij slapen dan? Het is een luxe kamer. Zo, wat een mooi bedje, man. Ja. Jeetje. Een beetje, een beetje wasmachine en zo. En een beetje hier kun je goed zitten, hoor. Nou, leuk zitje. Ja. Helemaal fijn. Leuke plaatjes ook. Ja. Is dat Marjan ook, of niet? Nee, de zus van Marjan. Zus van Marjan, jeetje. Ja. Nou, dat ziet er goed uit. Daar kan ik wel bij slapen. Ja. Nou, dat is mooi. Hartstikke mooi. Dan laat ik je even met rust. Dan ga je even je dingetje doen. Oké, dankjewel, hè. Ja. De villa van B&B-eigenaar Marjan wordt omgetoverd tot een feestpaleis. Want vanavond staat een chique borrel gepland voor vrienden en zakenrelaties uit de Portugese makelaarswereld. Terwijl het personeel ervoor zorgt dat alles tiptop in orde is, weet ook Olof weer precies hoe hij Marjan van dienst kan zijn. Ja, weet je het gewoon is, weet je. Ik maak het niet gewoon prima. Ik vind het gewoon hartstikke mooi. Fijn, man. Ja, en weet je, als ik zo bij het water sta, dan word ik gewoon hartstikke blij van. Mijn kinderen hebben gewoon leren lopen op een schip. Ja, dat is ideaal, man. Het is fijn dat je weer zo thuis komt bij het waterrand. Ja, ik weet ook niet of het echt wat gaat worden. Ga je dan? Nee, maar goed, kijk, ik kom hier ook. En misschien heb ik ook wel goede kansen, weet je. Ja, ik vind het allemaal prima. Ik kan ook alles, dus ik ben overal goed in. Ja, maar Jan houdt ook wel van. En Marjan, die moet verwend worden. Ja. Nou, juist daar ben ik heel goed in. Ik denk ook wel dat hij weet hoe die vrouw moet behandelen en hoe die daarmee om moet gaan en zo. En dat is ook wel iets wat bij mij past. Je hebt die slaapkamer gezien, nou, hoe mooi is dat? Nee, ik vind het allemaal prima. Terug in de betoverende Portugese Algarve, waar er een dringend kamerprobleem is. Nu de B&B van Marjan tot de nok toe gevuld is, is er eigenlijk geen kamer voor nieuwkomer Ed. Marjan heeft daarom haar logees van het eerste uur bijeengeroepen en de drie musketiers bespreken het plan van aanpak. Wat er wat moet gebeuren, want dat kan natuurlijk niet. Ik kan gewoon niet daar laten liggen al die tijd. Het zit gewoon vol en het is ook wel natuurlijk... Aan buiten dat het vol is, dit gaat ook om je eigen gevoel. Terwijl Olof in Portugal zichzelf nu echt tot de hofhouding gebombardeerd heeft en zijn bedje in het machinehok van het zwembad klaar heeft, heeft Marjan vooral buikpijn. Hey Olof, ja. Wat leuk man dat je me dat eventjes laat zien hier allemaal. Ja. Dus ben je al mee bezig met het zwembad schoonmaken, onderhouden al een beetje pijn. En heb je hier, wat heb je hier? Hier slaap ik. De garage? Jij slaapt hier? Nee, ik slaap hier. Ja. Je meent het niet, joh. Ik slaap hier gewoon. In de garage? Dat is prima, toch? Oké, hoe ziet dat er dan uit? Hier staat een beetje, hier mijn bekje. Oh, je hebt wel mooi. Goed bekje, hoor. Laat je het toch wel sneller voor je, man. Jeetje. Hier is de nepkom. Dan heb je dan geen last van de herrie, man. Ik heb vroeger natuurlijk op een boot gewerkt, dus voor mij moet het gewoon zorgen dat ik gewoon niet thuis ben geschikt. Oh, dus dat is voor jou een beetje vertrouwd, ja. En is er geen plek boven meer, hoor? Ja, er is wel een hele kamer. Ja? Waarom ga je daar dan naartoe doen? Nee. En help ik even met je thuis? Nee, dit is allemaal prima, zeg ik. Oh, oké. En komt bij jou dan af en toe naar beneden ook hier? Ja, gebeurt er wat? Nee, gewoon nee. Helemaal niet. Nee. Maar je bent hier al 2 weken. Ja, maar ik ben een beetje depressief. Oh, nee, maar dan wil je wel ook een beetje een relatie met hem hebben? Of? Ja, ik vind het wel goed. Je denkt, ik kom wel. Ja. Okay. Ik ben heel blij dat ik er ook ben, want ik ga dan wel even op een ander kamertje lekker liggen. Ja, snap ik. Maar ik zal er wel een beetje aan denken nog, hoor. En als ik wat voor je kan doen, laat het weten, hè. Het is goed dik, hoor. Ja, oké. Okay. Nou, probeer het eens. Goed dik, hoor. Ga er eens op. Goed dik, hoor. Oh. Zo. Ja.
Oh nee, maar dat is gewoon prima, joh. Ik vond helemaal niks. Ik vond, ik kreeg wel dat iemand beter verdient als daar een beetje beneden in dat poolhouse te gaan liggen. Dat verdient hij helemaal niet. Maar ja, hij wilde het zelf.